wou gewoon helemaal niet meer naar school gaan. En hebben ze voor een oplossing gezocht en dan ben ik hier terecht gekomen. En deze had niet echt iets met school te maken, dus ik wou dat wel een kans geven, dat is wel goed gelopen. In de beginne was Maxime kwaad op heel de maatschappij. Hij was eigenlijk kwaad op alles. En dat resulteerde in een gedrag dat eigenlijk in de school niet meer te hanteren was. Maar daarnaast zagen we, naast iemand die heel kwaad was, ook iemand die heel bang was. We gaan nu de tenten, de serre openzetten om wat te verluchten. Vaak zijn jongeren schoolmoe. En alleen al zien bij de schoolbank en de leerkracht die vooraan aan het bord staat, ja, dat geeft al een negatieve perceptie. En dan is zo'n time-out project heel goed om eens wat rustiger te worden en eens wat te bezinnen. Als plaatsvervangend idee om naar school te gaan. Maar je ziet toch wel, we zijn goed vertrokken, hè, Maxime? Ja, al het begin is moeilijk natuurlijk, maar dat liep wel los hier. In het begin is dat natuurlijk een beetje moeilijk, maar dat was veel leuker dan school. Ja. Maar als hij hier een hele tijdje was en hij kwam in het begin wat losser en hij voelde zich hier thuis, dan zag je hem eigenlijk wel groeien in zelfvertrouwen. Ik denk dat er op veel scholen heel veel leerkrachten staan die met hart en ziel dat trachten over te brengen op hun studenten, op hun leerlingen. Maar als je met 20 of met 15 in een klas zit, ja, ze verdienen allemaal aandacht. En hier is het vaak één op één situatie. Dus het is hier wel veel makkelijker om dat sneller te bereiken dan in de school. Is die Rafsen een tracteur al verkocht? Ja, dat straks stond er maar denk ik nog. Wij zijn eigenlijk gewoon opgevoed met het, vanuit het idee dat iedereen een kans verdient in de maatschappij. En voor ons is inclusie is soms wel een rijkdom. Het is dus een manier om eens van een andere kant naar de maatschappij te zien. En ik denk dat dat een van de grootste betrachtingen is op een zorgboerderij, dat je van iemand die zorg nodig heeft, kunt evolueren naar iemand die zorg kan dragen. Dat is ik denk dat dat het mooiste is aan heel het zorgboerderijverhaal.